In de winter kun je wel verwachten dat er dwarrelende sneeuwvlokjes en hagelstenen uit de lucht komen vallen. Maar in de zomer is dat wel het laatste wat je verwacht. Hoe kan het dan dat er op een zomerdag soms toch ijs uit de lucht komt vallen? Dat vroeg ook Stan Lafleur zich af. Meteoroloog Wilfred Jansen legt het je uit. Nou, dat is inderdaad een heel goede vraag. Maar om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, moeten we eigenlijk eerst gaan kijken naar hoe een hagelsteen eigenlijk ontstaat. Nou, daarvoor tekenen we een dwarsdoorsnede van een buienwolk. En in een buienwolk zien we altijd een opwaartse luchtstroom en een neerwaartse luchtstroom. En dan zijn er eigenlijk twee manieren waarop zo'n hagelsteen kan ontstaan. Op de eerste manier zien we altijd dat een hagelsteen zich vormt ergens hoog in de buienwolk waar het heel erg koud is. Onderkoelde waterdruppeltjes vriezen vast op een zogenaamd vrieskerntje. En naarmate die onderkoelde waterdruppeltjes steeds meer botsen, wordt zo'n hagelsteentje steeds groter. Zo'n hagelsteen die wordt door die opwaartse luchtstroom mee naar boven gevoerd, komt uiteindelijk in die neerwaartse luchtstroom terecht, waar die een beetje smelt en wat papperig wordt, maar vervolgens halverwege weer wordt opgepakt door die opwaartse luchtstroom. Zo wordt die hagelsteen steeds groter en groter, totdat die hagelsteen dusdanig zwaar is dat de buienwolk hem niet meer kan vasthouden en dan valt hij uiteindelijk naar beneden. Deze hagelstenen die hebben ook altijd een heel karakteristiek uiterlijk, want het ziet er altijd uit alsof die hagelsteen een soort van jaarringen heeft. En daaraan kun je dus zien hoe vaak die door zo'n buienwolk heen is gegaan. Een andere manier is dat zo'n hagelsteen een beetje blijft zweven in zo'n buienwolk. Dan is de opwaartse luchtstroom van zo'n bui net niet sterk genoeg. En dan zie je altijd dat zo'n onderkoeld waterdruppeltje bevriest tot een klein klontje ijs en steeds groter wordt omdat andere onderkoelde waterdruppeltjes er tegenaan botsen. Nou, je kunt het een beetje vergelijken met het hooghouden van een pingpongballetje boven een föhn. Zo'n balletje blijft zweven, maar je kan je voorstellen dat wanneer dit te zwaar wordt, je uiteindelijk naar beneden valt. Maar ja, nu weten we dus hoe hagelstenen ontstaan. Maar waarom zien we ze dan ook in de zomer en niet alleen in de winter? Nou, dat heeft alles te maken met dat buien in de zomer veel zwaarder kunnen worden. De opwaartse luchtstroom is dan veel sterker. En dat betekent dat die hagelstenen die geproduceerd kunnen worden steeds groter wordt. Als zo'n hagelsteen valt, dan smelt hij dus onderweg, maar is zo groot dat hij uiteindelijk niet helemaal smelt en dus als hagelsteen het oppervlak bereikt. Nou, buien in de zomer kunnen dus een heel stuk zwaarder worden en dat komt allemaal door de aanwezigheid van waterdamp. Warme lucht kan eenmaal meer waterdamp bevatten. Wanneer al die waterdamp condenseert naar waterdruppeltjes, komt daar warmte bij vrij. En die warmte is de energie die zo'n bui gebruikt. Nou, in de zomer is die hoeveelheid energie dus veel groter, omdat er veel waterdamp is. En in de winter is die hoeveelheid waterdamp gewoon eenmaal veel kleiner, dus de hoeveelheid energie ook. In de winter zien we dus wel hagel, omdat het kouder is en dan zijn het vaak kleine hagelsteentjes. En in de zomer kunnen we wel eens hagelstenen zien in Nederland tot wel 10 centimeter grootte. Dat was weer een hagelsteen goede uitleg. Heb jij nou ook een leuke weervraag? Mail deze dan naar weervraag@weerplaza.nl. En wie weet wordt die beantwoord in de volgende video.